Hoi, ik ben Chris Korten, leraar natuurkunde op de Herenlanden. En ik ga jullie vandaag iets natuurkundigs vertellen. En ik sta hier vandaag in Zijderveld. Natuurkunde houdt zich bezig met bewegingen, krachten, elektriciteit, licht. En vandaag gaan we ons richten op snelheid. Ik ga zo meteen met mijn fiets vanaf hier naar Schoonerwoerd fietsen en vanaf daar naar het Herenlanden. Tussendoor gaan we mijn snelheid berekenen. En met mijn snelheid gaan jullie uitrekenen hoe lang ik erover deed om vanaf Schoonerwoerd naar het Herenlanden te fietsen. Nou, die berekeningen kan je gebruiken om straks ook een schatting te maken hoe lang jij erover doet om op onze school te komen met de fiets. Maar wat is snelheid nou eigenlijk? Nou, om dat uit te leggen heb ik een afstand nodig. Ik heb hier een afstand van 1 meter. Als ik 1 meter afleg in een seconde, dan is mijn snelheid 1 meter per seconde. Maar als ik een grotere afstand afleg, bijvoorbeeld 2 meter in 1 seconde, 2 meter in een seconde, dan is mijn snelheid 2 meter per seconde. Ik heb dan een grotere snelheid. Dus het is hoeveel meter ik afleg in 1 seconde. Een afstand in een bepaalde tijd. We gaan nu eerst de snelheid meten waarmee ik vanaf hier naar Schoonerwoerd fiets. Om dat te weten te komen, moeten we 2 dingen meten. We moeten de tijd meten. Dat kan met een stopwatch. En we moeten de afstand weten. Maar om de afstand te weten te komen, kan ik niet zomaar een meetlint of een rolmaat vanaf hier naar Schoonerwoerd leggen. Daarvoor heb ik iets anders bedacht. Ik heb hier een rolmaat neergelegd. Om de afstand te meten, ga ik kijken welke afstand ik afleg als mijn trappers 1 keer rondgaan. Als ik dat weet, kan ik straks tellen hoe vaak mijn trappers rond zijn gegaan om in Schoonerwoerd te komen. De afstand die ik afleg als ik 1 keer rondga, is in totaal een afstand van 5 meter. Dus 1 keer rond is 5 meter. 2 keer rond is 10 meter. En 100 keer rond is 500 meter. Dus ik ga tellen hoe vaak ik rondtrap om er te komen. En dan weet ik hoeveel meter ik heb afgelegd. En dan kan ik met mijn afstand en mijn tijd mijn snelheid berekenen. Oké, daar gaan we. Start de tijd. En tellen maar. 1, 2, op de tijd. 11 minuten. En ik heb tot 600 geteld. Dat betekent 600 keer rond in 11 minuten. Nou, we wisten 1 keer rond was 5 meter. Dus 600 keer rond, dat is 600 keer 5 meter. Dat is 3000 meter. Dus mijn afstand was 3000 meter. En mijn tijd was 11 keer 60 seconden. 11 keer 60 seconden zijn 660 seconden. Nou, dan kunnen we gaan uitrekenen wat mijn snelheid was in meter per seconde. Hoeveel meter heb ik afgelegd in 1 seconde? Dan moet ik 3000 delen door 660. Nou, dat hebben we uitgerekend en dan kom je uit op 4,5 meter per seconde. Mijn snelheid was 4,5 meter per seconde. Oké, ik ga vanaf hier in Schoonerwoerd verder fietsen naar het Herenlanden. Ik ga daarbij dezelfde snelheid aanhouden. Dus ik ga met 4,5 meter per seconde doorfietsen. Ik ga tellen hoe vaak mijn trappers rondgaan. Dus dan weet ik zo meteen wat de afstand is. Aangekomen op het Herenlanden wil ik graag weten wat dan mijn tijd is die ik erover deed.
Zo, goed getrapt, goed geteld. 650 keer. En met 4,5 meter per seconde. En nu snel naar binnen, want het regent. Zo, aangekomen op de Herenlanden. Lekker droog. Ik heb dus 650 keer rondgetrapt. Dat betekent 650 keer 5 meter. Want één keer rondtrappen was 5 meter. De afstand die ik heb afgelegd van Schoonrewoerd naar het Herenlanden was dus 650 keer 5, is 3250 meter. Mijn snelheid was 4,5 meter per seconde. Dat betekent dat ik 4,5 meter aflegde in 1 seconde. Dus aan jullie nu de vraag, hoeveel minuten deed ik erover om van Schoonrewoerd naar het Herenlanden te fietsen? Heel veel succes en tot ziens!